Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Cagelock, Shiny Cagelock, met Sander van Gaming SB. Wordt dit de laatste aflevering? Wie weet. We gaan ervoor om het te halen, maar de kans is groot dat een van ons gaat wijpen. Zo weet je wel van het kontje zo. Oh jee, nee? Zijn dit allemaal... Okay. Nee, het zijn allemaal geen wiping van de konting. Van het kontje wiping. Van de scheisse passiert. Ja, precies, die. Dat is ja. Duits voor shitting happening. Shitting happening. Ik heb een probleem. Volgens mij steel super effective op Harmony. En een poison. Of in ieder geval poison niet effective op steel. En ik kan deze misschien proberen. Wat heb je gekoopt? Ik heb 100 euro te veel betaald voor een freshwater. Wow, wat een onzin. Wat is dit voor guy? Is dat een kutguy? Sowieso een kutguy. Weezing. Weezing, nou, more. Het is een Engelse Pokémon. Oh, oké, okay, dat is gunstig. Dat is gunstig totdat hij self-destruct doet. Oh, huh? Maak hem dood. Oh, ik heb per ongeluk op slash gedrukt, kut. Oh, kan die self-destructing? Ja, daar ging toch mijn Pokémon door dood. Oh ja. Maar ik ben eerst. Dus even bang dat dubbel hit meer dan dubbel ging hitten. Ik ga het nog een keer proberen, kom op. Don't kill the killing me, pleasing! Ja? Dat is chill. Waarom hebben ze allemaal Gen 5 Pokémon? Oh ja, omdat Team Plasma is, nevermind. Golbat dan? Ja, niet alles, maar heel veel Scraggies en Bisharps. Hou op over Scraggy, ik ben er nog steeds niet van over uit. Oh, je ziet mijn hele onderste scherm niet. Oh shit. Ik wel, Henk. Oh, je had weer zo'n intro momentje, Sandring. Nou, nu houdt het ook maar zo. Rocking the sliding, ja. Nee, zet hem maar gewoon weer even terug op je onderste scherm. Nou, maar het klopt wel. Het klopt wel. En de mensen gaan dat ook zien. Auw! Mensen gaan het ook zien, het klopt. Sanne, je moet jezelf niet slaan. Ja, dat deed ik ook niet. Nee! Nee, rot op met je flying type. Ja, maar dat viel best wel mee, Assurance. Ja, Assurance kan super veel damage doen. Ik vind dat die Crystal nog best goed takt hoor, die Assurance. Het was geen Assurance, het was iets van Air Slash. Ja, nee, het was niet Assurance, ik bedoel Acrobatics was het. Die. Ja. Maar misschien heeft hij wel een item, dan doet Acrobatics gewoon niks. Ja. Nee, maar hij heeft geen item, want hij heeft fucking veel damage op mijn Pokémon, Inc. Oh. Ja, sorry, het is niet leuk. Maar ik ga toch teruglopen om te healen. Ik ben echt als de dood ik dood ga, dus... Nee. Snap ik. Dat is grappig. Nee, dat is niet grappig. Ik spreek mezelf een beetje tegen. Tegen. Ik wil gewoon meteen hupsakee hoppa bam. Ja, ik wil ook hupsakee hoppa back bam. Back to the future. En dan vooral en back voorbij. To the Pokécent future. Dat is wel een soort van back to the future, toch? Als jij het zegt. Heb je films ooit gezien? Hey. Back to the Future, ja, ergens in een ver verleden, maar ik kan ze niet goed meer herinneren. In een duister ver verleden? Zeker. Vond je toen ook, vond een man, oude man toen ook een schat? Ja. Vertelde hij dan toen ook aan zijn dochter Sarah, zei hij waar hij die verborgen had? Nee, dat is dus dat is slecht vertaald vanuit het Engels. Hij deed aan zijn zoon Milan, maar opeens hebben ze dat vertaald. Oh, crazy. Dat wist ik alweer niet. Dat is wel fun facting. Ja. Weet je wat geen fun facting is? Oh, is kut Pokémon. Dood. Doding. Fish harp. Toch ga ik runnen. Ze verdienen het niet om mijn... Mijn pp. Ah! Mudding the bomb. Yo, die had ik. Kling kling ching. Wie is hem ordering?
Nee, ik deed de shiny sparkles na. Wow. Pling. Changing plink. Zie, 1 op 1. Die van de Legend Arceus, denk ik. Ja, misschien wel. Misschien wel. Dit wil ik helemaal niet. Sander, ik moet even iets grappigs aan jou vertellen. Ik heb iets, dat vind jij dubbel grappig, want het is dubbel iets wat jij cool vindt. Oké. Ik heb mijn moeder een nieuwe kitten gegeven voor, gewoon voor omdat ik het leuk vond. Ja. Dat is één. Jij houdt van poekies, dus ja, dat vind jij ook cool. En het tweede is, hij krijgt een avatarnaam. Momo? Ja, Momo! Yeah! Ja, hoezo geef je moeder een avatarnaam? Ik vind het heel ziek, hè? Ik vind het heel ziek. Ik ga niet haten. Hoezo geef je moeder een avatarnaam aan een Pokémon? Of Pokémon? Hoor mij nu. Aan een kat. Omdat ze dat leuk vond. Nee, omdat wij allemaal namen aan het roepen waren. En eerst kwamen er heel veel avatarnamen voorbij. Alleen allemaal net niet wat ze wou, zeg maar. En toen kwam ik met Momo. Zuko is ook wel een leuke naam voor daarom, een kat. Ja, klopt. Alleen die naam die heeft een zoon van een vriendin van. Of nee, van een nicht van haar al. Dus dat vond ze een beetje raar. Ah. Dus. Maar ik vond het wel super heftig dat jij in één keer Momo raadt. Want die kwam echt als een van de allerlaatste avatarnamen in ons op. Oh, ik zou dat als eerste denken bij een kat, zeg maar. Ja. Avatarnamen. Please, Confusion, please. Ja. Je bent er klaar, maar. Ik ga wipen. Was je net al. Hoe ga jij eerder wipen dan ik? Ik heb weer 10 Hyper Potions, dus ik kan er tegenaan, maar. Ja, je kan er tegenaan. Nee, je kan er tegenaan. Nee, je kan er tegenaan. Ah, dat gaat niet. Die was een. Wow. Ja, dit is 1 hit. Dat is waarom ik denk dat ik ga wipen. Maar ik heb 10 Hyper Potions, dus ik kan precies stallen. Daarom heb ik ook precies 10 gekocht. Want dan ben ik en niet blut. Jij bent zo'n mega slimpy. Ik vind het wel fucking eng. Hij hoeft maar een high roll te krijgen. Of hij heeft toevallig 2 high rolls achter elkaar. Hij hoeft maar een high roll te krijgen en ik ben dood voor mijn gevoel. Maar goed. Ja, we moeten het maar niet doen. Ja. Jezus, gozer. Oh. Gozer. Dit was wel een high roll. Dus blijkbaar kan ik een high roll tanken. Doe ermee wat je wil met die informatie. Maar zie je ook hoeveel mijn surf en waterpulse samen deden. Hij mist weer niet. Wat een tyfus onzin. Kijk, dat, zie je dat die ene pixel? Dat is samen, hè? Dat is surf en. Mm-hmm. Dat is die ene pixel allemaal, hè? Het zijn meerdere pixels, ik weet het. Maar ik overdrijf een beetje. Het is maar 1 pixel. Oh. Het is maar 1 pixel, Sander. Ja. Captain Crash going. Lekker, volg hij was die Bandicoot. Oh, ik moet weer tegen een Scraggy. Nee, dan moet ik zo ook weer tegen een Scraggy. Maat, dat jij hem net niet gekild hebt is echt heel zuur. Oké, maar eventjes kijken, ik heb 5 Hyper Potions over. Dat betekent dat hij nog 3 keer heeft, want hij heeft natuurlijk 1 keer gedaan. Hij heeft de eerste keer doet hij en dan heb ik geen Hyper Potion gebruikt. En hij heeft 1 keer Craft and Cash Going. Dat is niet hoe. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik zat even naar jouw scherm te kijken, hè, en ik dacht wel even dat hij Hyper Potion had. Als dat zo was, dan had ik. Ja, ik weet het. Nee, wat dom! Ik wist ook dat hij het nog had. Oh, Sandering. Heeft deze guy Quick Attack? Oh. Wacht maar, jij zei zo net dat er nog een Scraggy kwam. Ja, helemaal verderop. Maar een Scraggy, ja, geen Scrafty, dus dat scheelt. Jij doet alsof ik die aan kan. Ja, maar je hebt het nog niet met andere Pokémon geprobeerd, hè? Ik zeg niet dat je het gaat halen, maar je hebt het nog niet geprobeerd met andere Pokémon. Ik denk dat Dwebbel wel de enige is toch? Die... Faint Attack, kutzooi, dat is niet eerst. Ah, waarom heb ik Bullet Punch verleerd? Dat is echt dom. Waarom ben ik zo dom? Je bent even niet zo slim geweest. Dat is wat anders dan dom zijn, Sander.
Net als dat het niet dom is als je iets niet weet als je de informatie niet hebt. Dat is waar. Ik had hem ook in mijn ding gekregen, had je het gezien? Wat? Hey, maar For You had ik ook zo'n Vaporeon meme gekregen uiteindelijk. Had je dat niet gezien dat ik jou gestuurd had? Echt? Heb je mij dat gestuurd? Ja, in de groepsapp. Oh, dat heb ik echt eventjes gemist. Dweeble, nou, ik dacht ook dat jij van de aardbodem was verdwenen. Want ja, ik stuurde jou vanavond opnemen, vanmiddag, om 5:00 of zo. En toen stond laatst gezien gisteravond. Ja, dat kan wel kloppen. De sandring is gone. Since you've been gone. Hij mag eerst. Tuurlijk, anders ga je even lekker eerst, joh. Oh. Okay. Niks aan de hand, sandring. Als ik dit wist, had ik gewoon meteen met hem ingebleven. Ja, maar dat weet je ook niet. En dat maakt het soms wel eens lastig. Ik gaf van alle Pokémon die je nog over had, gaf ik Dwebble of hoe heet die? Crustle wel de meeste kans. Want ja, die andere had allemaal een probleem geweest. Ik ook wel, daarom ging daar ook uiteindelijk maar op uit. Maar ja, ik ben wel mijn Purple Rain ook kwijt. Ik weet echt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Mijn intro momentje klopte helemaal. Dat is de laatste aflevering weer? Nee. Ik weet niet wat. Oké, ik ga spoiling. Ja. Het intro momentje was een foto van The Ant is neer. Oh. Nou ja. Ja, die is redelijk neer, ja. Het is namelijk ook een neerwaartse spiraal, dit. Oh, ik ben blij dat ik in ieder geval dit met jou mag beleven. Ah, dat is lieving. Wat een kutstuk is dit. Ik heb nog maar 3 Pokémon over. Wel, ik heb 3 Pokémon over, alleen mijn Muk heeft nog een revive van de cage match. Dus dat is wel weer een voordeel. Oh, dus jij kunt sowieso niet wipen. Hoe doen we dat eigenlijk als je wipt? Oh ja, dan krijg je cage point match. Ja, maar als al je Pokémon... Ja, precies. Dan krijg ja, maar jij hebt die Muk. Ja. Klopt. Dus die mag je dan houden. Waarom stuurt Jordy mij een bericht? Wat zegt hij? Yo-yo yogger ding. Coumarin City en route 14 goed onderzoeken. Zeg maar, daar gaan we niet komen. Wacht, Coumarin City hebben we toch al lang gedaan? Daar zijn we al voorbij. Zeg maar, daar zijn we al lang voorbij. Wacht, maar misschien kunnen we daar dan een dingetje halen. Nee, we kunnen daar geen encounter halen, want die hebben we al gehad. Yo, ik ben in Coumarin City right now, trouwens. Ja. Spoiler alert. Gaan we niet halen. Dat is leuk, want we gaan het dus wel halen. Dat is funny. Nou, is hij gefake spoiled. Dat is leuk. Dat is wel leuk, ja. Dan denkt hij, oh, wanneer gaan ze nou dood? Wanneer gaan ze nou dood? En dan, ze gaan niet dood. Nee, maar ik zou wel zeggen van, daar zijn we al voorbij. Nee, zijn we al voorbij. Wat is daar dan? Dan ben ik wel benieuwd. Live interaction met Jordy, wat is daar dan? Oh, Jordy is trouwens today at 2022. Dus als je de berichten terug wilt zoeken en kijken of ik niet je woorden verdraai, mag. Je hebt er ook zoveel aan dat ik today zeg in plaats van gewoon de datum. Trouwens. Nee, het is 31 mei. Dus als je het ooit terug wilt kijken. Black Sludge, Metron... Oh, misschien moet ik het niet hardop zeggen. Nou ja. Will-O-Wisp en Toxic. Ja, maar die mogen we niet... Zeg maar, leuk dat die Will-O-Wisp en Toxic zit. Ja, maar hetzelfde geldt voor de health items waar die het over heeft. Ja. Leuk en aardig, maar die mogen we niet gebruiken. Want het is een cage lock. Ja. Hij is een loser boy. Moeten we ook eerst nog match winnen om te gebruiken. Gebruiking. Om even Engels te praten. Ja, heeft hij toch even een snippetje Engels. Kan ik niet gewoon in Coumarin City blijven anders? Want Jordy zegt wel dat ik dat heel goed moet onderzoeken. Dus misschien moeten we daar gewoon blijven en niet verder gaan. Dat denk ik. De komende 17 afleveringen.
Ja, dat denk ik. Dat is wat je bedoelt. Laat me dan nu maar gewoon doodgaan. Chilling. Hey, nummel. Ik wou mijn gordijn dicht doen, maar dat gaat niet zo makkelijk. Be right back, King. Ik hoor je nu niet. Sander is gone. I can breathe for the first time. Ik weet niet of ik mij hoort. Ik weet niet of kijkers mij horen. Ik hoor hem zeker. Hey. We hebben je gehoord. Oh, dat is wel heel ziek. Dat is zo'n Pokémon trouwens. Tiddly-lilly-lilly. Sander's favoriete Pokémon. Sorry. Ik krijg echt agressie neigen van dit. Van al die encounters ook. Hou nou op. Ga gewoon rennen. Oh nee, hou nou op met encounters. Een Pokémon! Diglett. Ah nee. Diglett. Trio. Ik ben niet in de trio mood right now. Nee? Ben je niet behalve in een als trio twee dames zijn. Nee. Ik wou wel zeggen. Nee, of flauw. Hoe kan je nou niet in een trio mood zijn? Lekker kaboedak. Maar eventjes, jij hebt die copypasta gezien of zo? Ja. Nee, ja, het is. Ik kwam hem tegen de zo'n meme-pie van Vaporeon. Ja. En toen snapte je hem ineens, omdat ik hem had uitgelegd. Toen dacht ik van, what the fucking. Ja, het is ook what the fucking. Hij keek me letterlijk aan. Ik denk, deze man geeft geen en. Oh, geeft hij wel een. Auw. Nou. Oh, Sneasel, easy kill. Dat mag ik wel een keer. Ja, dat wordt zo'n aura sfeer, denk ik. Zeg wel like aura sfeer. Zou ik met Hyper Evolve niet ook. Hyper Evolve, what the fuck? Zou ik daarmee niet die guy kunnen. Ja, wel, jij mag Hyper Evolve. Nou, mijn Weezing. Oh. Oh, dit. Oh. Ik maakte eigenlijk een grapje, maar dit is legit wel. Ja, Habit, Flinch. Dat is de enige. Heeft Weezing geen. Of Weezing heeft Dweeble geen rockaanval? Ja, maar hij is toch ook poison? Dat klopt. Wat wil je daarmee zeggen? Poison is perfect voor Bug. Weet je dat zeker? Niet alleen op grass? En daarnaast is Fire super perfect voor Bug. Maar je bent rock. Ik ben Bug en rock. Ja, dat weet ik, maar dan is het dus geen super effective meer, want je bent rock. Oh, dat kan wel trouwens. Ja, denk je? Volgens mij is het. Ja, jij mag gewoon headbutten. Hij doet wel. Kijk wel uit dat hij geen super. Geen ja, ding is doet. Bug. Bug type. Ja, resume your journey. Nee, hij gaat niet kutten. Okay. Oh, hij gaat wel kutten. Oké, hij gaat kutten. Hij gaat even kutten hoor. Generation 1. Poison super effective. Generation 2 tot 5, niet meer. Nee, en dan Generation 6 ook niet meer. Oh. Ik ben een Gen 1. Thank you, Welling. Ik ben doet dezelfde struct. Kaboom. Nou, maar Dweeble kan dat taken, denk ik. Ah ja, want Dweeble is een dweep. Rock. En dan kan dat. Nee, de woord is niet. Niet eng. Nice, on the cake. Smackdown of Rock Slide. Rock Slide heeft volgens mij wel laag accuracy. Dus dat is high risk, high reward. Alhoewel, het is 90. Yeah. Heeft high jump kick ook. Die mist ook nooit, dus hè. Die van mij zou ook wel niet missen. Inderdaad, that's the spirit sandering. Come on in, Rock Sliding. Flamers. Sorry, ik vind het echt eng.
wou net zeggen, gaat hij van mij nu natuurlijk net wel missen, maar... Oeh, oh, dat had ik niet verwacht. Eigenlijk dan. You do be luistering naar Milaning de volgende keering? Ja, de volgende keering wel, ja. Nu ook, want anders dan kon ik dat niet. Yo, volgens mij heeft hij ook iets van vuur in zijn mond. Oh nee, dat is gewoon zijn tong. Nee, kom maar. Hij is gewoon pittig heet. Maar hij is wel pittig. Hij is zo'n Capsicid. Nee? Ja, Capsicid. Of zo'n Scovillain. Scovillain. Gen 4 heeft sowieso... Of Gen 4. Gen 9 heeft sowieso de beste namen ooit. Ja. Dat vind ik ook. Wat nou als ik iedereen naar level 46 op level? Dan krijg je hetzelfde probleem als ik, want ik heb een Pokémon die is overleveld nu. Dan mag ik dus de volgende gym niet doen. Nee, gaan we niet doen. Ik heb een Pokémon die overleveld is. Dat is super kut. Maar ik kon niet anders. Het is al zo lastig. Ik heb maar 3 Pokémon, dus ik kon niet anders. Ja, nee, maar ik bedoel, het is al zo lastig. En dan, we hebben... Ja, iets moeten we daaraan veranderen. Want het is gewoon niet eerlijk dat als je 3 Pokémon hebt... dat je dan ook level 46 bent, zeg maar. Mm-hmm. Want dan maak je de game insane moeilijk. Mm-hmm. Ik doe ook gewoon net als op mijn neusbloed. En ik ga gewoon lekker met die ene level 47 Pokémon de gym doen. Weezing. Oh nee, Furry. Dat vind ik eng. Ik vind furries eng. Waarom bestaan ze? Vind ik eng. You find Felicify eng, eng? Ik snap het wel. Oh, AZ! Ik zie mijn reactie niet, maar... Ik deed heel hard ja knikken toen je zei... You find Felicify eng? En toen knikte ik heel hard ja. Ja. Op schaal van 1 tot 10, heel hard. Heel hard. Bijna dood gewoon, hè? Bijna dood. Maar ik ben ook bijna dood. Fuck it. Risk it to niet get... Niet bijna dood zijn, Sandring, hoe durf jij? Oké, ik had niet moeten risken to getting the biscuit. Oh. Jawel, Dweeble is een Pokémon Master. Ja, ik was half helft, dus ik denk, oh, dan is het niet handig, want... Dingetje is fucking, Oh, je favoriet. Ja, maar ik zou dan in Dweeble blijven. Ja, trouwens, je moet Dweeble even hier. Ja, maar ik heb nog wel Hyper Potion. Want weet je nog dat mijn Purple Rain doodging? Dat wist ik niet. Dat komt omdat ik daardoor heb ik nog Hyper Potions. Dat weet ik nog als de dag van vandaag. Ik ook. Ja, vuile Shauna. Oh, daar kan ik me ook healen zien. High Jump Kick, joh. Doe zelf lekker High Jump Kick. Oh, wacht. Nee. Doe het niet. Xing Scissoring. Nee. Xing Scissoring. Jezus. Okay. Dat doet niks. Maar dat deed mijn andere ding ook niet. Precies. Dus en hij gaat zijn high jump kick een keer missen. Nou, daar heb ik al een opgegeven. Nee, dat snap ik wel. Oh, verkeerde kant op. Snap ik, Beef Wellington. Wow, dat vind ik wel ziek. Heel wow. Ziek. Rit en ik ben dood. Oh nee, wacht, dat is in deze game anderhalf, hè? Zal best. Ik snap het ook nooit. Deze game volgens mij anderhalf een crit. Of is dat wel keer 2? Is dat pas in Gen 7? Dat kan ook. Dat crit in Gen 7 pas keer anderhalf is in plaats van... Ik weet het echt niet, Sander. Dat moet je mij echt niet vragen. Ik weet alleen in de huidige games dat het zo is, omdat ja, dat is niet oud. Ik weet dat het ooit veranderd is, alleen ik weet nooit wanneer. Dat helpt niet zoveel in berekening. Engels leenwoord. Ik wou wel zeggen. Ik leef dus nog steeds. We weten allemaal niet hoe, maar het is nog steeds. Ik leef nog steeds. Daar zit dat in. Wat zei je ook alweer?
weet ik niet. Maar ik een Leopard volgens mij. Oh nee, een Bisharp. Oh ja, die kan je even slaan. Sharping the of bee. Niet? Ja, met wat dan? Met Buck. Tuurlijk. Ja, ook als hij stil is? Weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet. Buck tegen stil. Maar klinkt not very effective eigenlijk. Dat zou ik fighting moeten doen. Ik hoop dat je staal zenuw hebt. Wat deed jouw emulator tijdens raarsen? Ja. Klopt. Oh, maar hij is ook steel en dark. Wacht even. Dus ik kan sowieso naar furry in. Bleh. En dan wacht, gewoon zijn aura sfeer. Kibooming. Je favoriete Pokémon, ing? Oh nee. Wat is mijn favoriete Pokémon, ing? De Danne. Oh, dat wist ik niet. No. Dat is een muisie. Die is niet eens in de buurt eigenlijk, kan ik je wel vertellen. Het is Antaroing. Het is Antaro. Ah! Wat is die ene met Scraggy? Dat meen je. Mm-hmm. Oh, dat is mooi, want mijn ding staat voorop. Nee, hij heeft een Scolipede. Ja, met zijn tweede Pokémon eng zijn. Maar ik weet nu wel dat mijn Scraft die niet eng is om vooruit te hebben, want het is toch geen super effective. Baton Pass. Oh, dat is op zich nog helemaal niet zo heel erg, want hij heeft en geen stat changes. En dat is een gratis. Oh, dat was geen Scraggy. Welke heeft dan de Scraggy? De volgende. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, Standering. Ik ben het helemaal vergeten. Het is goed dat je Engels praat, maar anders. Nou, ik heb je net ook anders fucking hard geholpen. Nee, dat is waar. Ik maakte ook een grapje in. Ik vind jou toch altijd goed. Dat snap ik wel. Zullen we na deze aflevering de aflevering beëindigen? We kunnen in ieder geval zeggen dat we nog een aflevering overleefd hebben. Wacht, laten we in de aflevering beëindigen. Nee, ik snap wat je battle bedoelt. Maar ik was even aan het kutten. Laat me even, oké? Okay? Laat me even in die waan. Sorry, ik wou je niet boos maken. Maar je deed het toch? Hij doet het toch? Van mijn kat geërfd. Georven? Geërfd. Geërfd ook nog. Kan dat tegenwoordig? Kan je dingen van je kat erven? Hoezo is grounding super effective tegen deze bitch? Oh, wel 5 keer. Dat is wel chill, hè? Chilling Rain. Yo. Als je zo'n lijn hebt. Ja, Hier. Het is echt zo. Als ik nou Mega Evolving, dan doet de Bone Rush nog meer. Waarom denk ik niet direct Mega Evolving? Dat kan ik toch elke keer gewoon doen. Oh, Sandering. Dit is waarom ik die game zo moeilijk vind. Omdat ik niet weet hoe Mega Evolution werkt. Gewoon op knopje drukken en gaan. Ja, vind ik toch niet. Biting the bug. Oh, dat vind ik eng. Oh, dat vind ik niet eng. Jij vindt alles eng. Dat is lullig. Dit is heel kut. Een quick attack. Ik heb wel power. Dat is geen priority. Nee. Ik zou gewoon rushen met de boon. Vooral als hij geheeld wordt of zo. Je weet het niet, hè, met dit spelletje. Mion. Nee, je weet alleen dat je doodgaat. Precies, Ink. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.